Welkom, vandaag is het woensdag 25 september en dit is de webinar van non-duaal biodynamisch, oftewel het lichaamswerk voor de ziel. En voor degene die graag de opname willen ontvangen en de nieuwsbrief, kun je je e-mailadres even in de chat zetten naar mij of in de algemene chat als je wilt. En je kunt ook naar onze website gaan, die staat onderaan op deze slide, non-dualbiodynamics.com. Voor meer informatie kun je ook eventjes gewoon in de chat jouw vraag stellen en dan kunnen we dat aan het einde ook beantwoorden. En wanneer we het hebben over non-duaal biodynamisch, dan is dat natuurlijk een woord, een begrip, wat niet voor iedereen altijd duidelijk is. Het gaat over lichaamswerk en ik noem dat ook wel lichaamswerk voor de ziel. En die begrippen gaan we een beetje uitleggen. Dus non-duaal biodynamisch, daar zit het woord non-duaal in. En non is niet en duaal is twee. Oftewel, wat in India heel veel besproken wordt, dat is de non-dualiteit, oftewel het pad van geen tweeheid. Advaita en Vedanta is het pad. Dus Advaita Vedanta is de leer die gaat over de non-dualiteit. Veel mensen hebben daar niet over gehoord, maar eigenlijk is dat het pad naar verlicht gaan. We zijn dus hierbij bezig bij dat Advaita Vedanta stukje. En dat is dus van belang om te begrijpen wie en wat wij nu precies zijn. Biodynamisch is voor mij vijf woorden in één. En biodynamisch staat dan voor biologisch, natuurlijke, functionele, dynamische processen. En dat is een hele mond vol. Biologisch kennen we natuurlijk van de biologie, alles wat leeft. De natuurlijke betekent niet door de mens, maar de wetten, zeg maar, die al van nature er zijn en bestaan. Functioneel kennen we onder andere ook vanuit de osteopathie. Alles wat functioneel is, dat is er vanwege een bepaalde reden, anders is het er niet. Dynamisch betekent het is altijd in beweging, de natuur, alles beweegt, het leven beweegt. En een proces is belangrijk om te weten dat een proces nooit een einde heeft in het leven, in het universum. Dus die vijf woorden betekenen heel veel en we gaan die wat uitleggen en ook naar kijken, zodat je begrijpt wat het nu precies is. En dan heb ik erachter het haakjes staan craniosacraal. Veel mensen kennen inmiddels het woord craniosacraal, craniosacraaltherapie. En daar komt dit voor een gedeelte ook vandaan. Craniosacraal, het cranium is de schedel en het sacrum is het heiligbeen. Nu, als je kijkt naar ons logo van NBI, het Non-Duaal Biodynamisch Instituut, aan uw rechterkant op het scherm, dan ziet u daar die ringen. Hè? Die ringen, dat zijn lagen in lagen in lagen. En wij zijn ook drie lagen huid, een opperhuid, dan een onderlaag en ook toch de laagjes daar weer onder. En het leven beweegt en dient zich ook te beschermen, maar ook in verbinding te zijn naar buiten. Dus aan de bovenkant zie je daar als het ware iets wat naar buiten reikt. Het kunnen twee ogen zijn met een neus, maar het is ook iets wat ontvangen kan. Dus zowel naar binnen en naar buiten. Hè? En naar onderen, je ziet ook dat daar onderaan een soort van handjes zijn of het sacrum is. Dus je kunt het ook zien als twee ruggengraten die met craniosacraaltherapie worden ondersteund. En in het midden, dat is hetgene waar het om draait, uw kern, uw ziel, uw pranabuis. En dat gaat in het hart, via het hart, en ook yin en yang zit daarin. Dus al die kwaliteiten samen, gecombineerd, is datgene wat we non-duaal biodynamisch craniosacraal noemen. Oftewel, gewoon alles van kop tot staart en alles wat leeft en levensprocessen zijn in het dagdagelijkse leven. En we gaan dan het ook wel
noemen als satsang op tafel. En met de tafel bedoel ik de behandeltafel, want we noemen het ook lichaamswerk voor de ziel. En met lichaam hebben we natuurlijk om aan te raken en aangeraakt te worden en ook diep geraakt te worden. Ik word geraakt tot in mijn ziel, zeggen we. Nu, dat is dus een heel groot stuk, lichaamswerk en de ziel. En we gaan in dit webinar bekijken van wat maakt dat nu precies? Waar praten we nu over? Simpel noem ik het. Het is het begeleiden naar zelfrealisatie en zelfempowerment. En die twee gaan hand in hand. Je kunt niet in je kracht komen zonder dat je weet wie je bent. En om dit echt met handen en voeten te begrijpen, dien je het eerst zelf te ervaren en dan kun je ook een ander gaan begeleiden daarheen. Nu, wat gaan wij doen? Wat doen we in een sessie? Wat doen we in een behandeling? Wat leren we in non-duaal biodynamisch in de opleidingsdagen of in de introducties? Dat het is een proces dat transformeert, stapgewijs, laagje voor laagje. En beoefenaars die merken dat er daadwerkelijk iets in henzelf en ook in hun leven verandert. En dat gaat soms heel, heel diep. Nu, wat gebeurt daar? Zo binnen, zo buiten, zei ik al een beetje. Dus het is het doorzien tussen die afgescheidenheid, die er niet echt is, maar waaruit we wel reageren en relateren, waarmee we verbinden, reflecteren, responderen, van waaruit we denken, redeneren. Alles wat we denken dat wij zijn en een ander is, daar zit een bepaalde biologische dynamiek in, een afgescheidenheid. Nu, het doorzien dat er niet alleen die schijnbare afgescheidenheid is, maar ook een verbondenheid, dat is non-duaal biodynamisch. En er zijn ook andere opleidingen, craniosacraal en andere modaliteiten, maar wat maakt non-duaal biodynamisch wat anders? En je moet begrijpen dat craniosacrale ritme, misschien heb je daar wel eens van gehoord, maar dat is dus het ritme van de intrinsieke beweging in het lichaam. En dat is er al vanaf de allereerste cel, dat dat een beweging is, een dynamiek is. En alle processen in het leven, hè, dat reageren, respecteren, dat is allemaal een stukje waarover we kunnen praten en ook kunnen gaan bekijken wat er gebeurt. Wat er gebeurt is normaal gesproken dat die processen met elkaar bezig zijn. Die processen die hebben een innerlijke dynamiek en die krachten van buiten en van binnen die reageren, die interacteren met elkaar. En zoals ik al net zei, alles is functioneel. Dat functionele is belangrijk, want anders is het er niet in de natuur. Nu, in een sessie non-duaal biodynamisch ga je doorzien dat het menselijke systeem en het leven zelf echt zich van alles laten ontvouwen in die verandering van een proces. En je kunt dat zien als de bloem van de lotusbloem die zich opent. De lotusplant heeft een wortel en vanuit die modder ontstaat dan zo'n mooie bloem die zich opent in het zonlicht, zodat de insecten daarin gaan. Nu, dat begeleiden naar zelfrealisatie en lichaamswerk, dat stukje samen met zelfempowerment, dat gaan wij in een opleiding mensen leren. En dat duurt 2 jaar. Als je dat wil gaan bestuderen, en in India bestuderen mensen dat soms hun hele leven, dan gaan ze steeds dieper in die innerlijke stilte, in die innerlijke kwaliteit leren. Hè? We gaan het leven zelf doorzien, ook vanuit het menselijke jasje waar wij in zitten. En dan gaan we niet kijken naar die tegengesteldheden, maar we gaan dan kijken naar waarin is dat hetzelfde.
Zoals ik al net zei, zelfrealisatie kan ook betekenen dat je doorziet dat er geen afgescheidenheid is. Dus het lichaam en de psyche is die dynamiek. Dat is dus niet een eindproduct of een eindproces, maar het is iets dat steeds in een vloeibare beweging is. Het zich steeds aanpast en ook die krachten dan dient te verteren. Soms voelen die krachten, de dingen die we meemaken, traumatische gebeurtenissen soms zelf, die ga ik echt niet minimaliseren. Maar dat betekent dat wanneer jij in je innerlijke kracht staat, dat je dan oké bent, zelfs al voelt dat niet oké. En dat is die kwaliteit van self-empowerment. Nu, hoe ga je in je kracht staan? Vaak. Heb je geleerd om je kracht weg te geven of om te blokkeren? Dan is er iets gebeurd waardoor je niet dat kon optimaliseren. Nu, non-duaal biodynamisch is er op gericht om juist weer terug te gaan op je oorspronkelijke potentie, zoals we dat noemen, je oorspronkelijke kracht. En wanneer je dat voelt, wanneer je daarin staat, dan is dat bijna ongelimiteerd. Letterlijk. Nu, om daarmee weer terug te keren, dien je ook te kijken naar wat zijn de blokkades, zowel in het lichaam als op zielsniveau, emotioneel niveau, energetisch niveau. Hoe gaan we daarmee beginnen? Allereerst hebben we het lichaam met de zintuigen en we noemen dat lichaam ook wel somato en emoties. Emotie is energie, motie in beweging. Dus energie in beweging, alles wat daar in beweging is en in empowerment zit ook power is kracht. Dan kun je dus ook zien van we gaan daar zelf ja, bijkomen, die blokkades openen. En dat doen we vaak met craniosacrale technieken of ik gebruik liever het woord handposities. En de middenlijn is iets wat wij hebben als een woord in non-duaal biodynamisch. Dat wordt ook wel de ziel genoemd, of de notengord, of de prana-buis. En die middenlijn die is er al vanaf wanneer we heel klein zijn. En daar draait alles om. Nu, het doorzien van de door onderliggende oorzaken van beperkende overtuigingen, wanneer dat allemaal wordt doorzien, dan opent zich dat, dan kom je in de flow, dan ben je intuïtief, dan ben je in de kracht van je hart en dan voel je ook daadwerkelijk die open verbinding van een verbondenheid van het onafgescheiden zijn, niet alleen van mens tot mens of het in het lichaam orgaan tot orgaan, maar ook dat overstijgende, die creatieve wijsheid, die goddelijke intelligentie, die in het menselijke leven zelf we kunnen waarderen en zien. Nu, als je net nog bent ingelogd en je wilt de opname ook zien en ook toegevoegd worden aan je de e-maillijst, dan zou je je e-mailadres even in de chat kunnen zetten en dan contacteren wij je later met de opname hiervan. We gaan even terugkijken naar wat dat nu precies is. Hoe ga je dat begeleiden zometeen? Iemand naar een zelfrealisatie en een zelfempowerment. Nou, dat begint eerst bij onszelf. Pas wanneer we zelf in onze innerlijke kracht staan, wanneer we dat zelf hebben gerealiseerd, kun je dat pas ook verwoorden in een ander gaan begeleiden? Ik neem wel eens hier het voorbeeld in België: chocola. Als je nog nooit chocola hebt gegeten, dan is dat heel lastig. Want hoe ga je dat aan iemand uitleggen? Ja? Dus pas wanneer je chocola daadwerkelijk geproefd hebt, kun je daar ook woorden aan gaan geven. Maar die woorden zijn nog niet die ervaring. Dus het kwaliteit van heelheid. Heelheid heeft dezelfde origine als het woord heilig en holistisch. Heel. En heelkunde is natuurlijk ook van het begeleiden weer terug naar je eigen innerlijke heelheid, jezelf
helende vermogen. En wanneer je dus gelimiteerd bent geworden door welke ervaringen in je leven, vaak wanneer we klein zijn, is het ingewikkeld geworden, dan willen we dat later, wanneer we sterker, krachtiger, wijzer zijn en meer hulpmiddelen hebben, willen we daar die wikkels afhalen van wat ingewikkeld is geworden. En dat noemen we dat zelf ontwikkelen. Je krijgt van ons al, sowieso deze webinar is al een voorzetje en er zijn ook andere mogelijkheden. Deze zaterdag is er een gratis introductiedag waar je ook bij bent uitgenodigd. Nu, dat doorzien van, en ik noem dat ik-denktificaties, dat is in het Engels een I, een ik, en dent is een druk, dus een soort van dent. Je eigen gedachten, het afzien en het geloven dat je afgescheiden bent, dat zorgt al voor een stukje druk bij jezelf. Van ik ben een meisje, ik ben een jongen, ik ben goed, ik ben stout, ik ben nooit goed genoeg, ik word niet gezien, ik word niet begrepen. Al die gedachten zijn eigenlijk hetgene wat het lastig maakt. Nou, hier aan de rechterkant zie je een foto van mij, Gerald Westhoff, met een skelet ervoor. En je ziet daar is een middenlijn, daar is dus een ruggengraat, maar je ziet dat is zijn bordjes, dat is niet het levende wezen zelf. Dat levende wezen heeft eigenlijk die bordjes gemaakt, net zoals een weekdier die schelpen maakt. Maar in de heelkunde, in de reguliere geneeskunde, hechten we aandacht aan de vorm en niet zozeer aan dat water, aan die fluiditeit, aan die energie, want dat is heel moeilijk om daar iets mee te doen. Maar wij gaan wel daar aandacht aan geven. Dus we kijken naar hoe gaan we zorgen dat dat innerlijke beweging, die innerlijke motiliteit, dat innerlijke vloeibare ritme, hoe gaan we dat oplossen? En het woord craniosacraal heb ik al net uitgelegd. Dat is het stukje tussen ons heilige been, heilig voor een reden, ja, sacraal noemen we dat, en dan ook de bovenkant, zo boven, zo beneden, het cranium. En wanneer je daar in je middenlijn zit en groter bent dan dat, dan praat ik over het zielswerk, niet alleen het lichaamswerk. Goed, helemaal onderaan staand bijvoorbeeld die oorzaken van onze blokkades, hè, dat wat we begrijpen, overtuigen, geloven, de inzichten die we hebben, hoe staan we in de relaties. En daar ga ik nu niet te veel over zeggen, maar dat allemaal is vaak ingewikkeld geworden. En ook dat dienen we te gaan ontwikkelen. Nou, wanneer wij je gaan begeleiden, hè, wie zijn wij? Mensen willen graag weten, wie is dat dan, Gerald? Hier zie je een foto rechts van mij. Die foto is genomen in Warschau toen ik daar les gaf. Ja, ik ben geboren in Nederland in 1964, dit jaar 60 geworden. En ik beoefen lichaamswerk, energetisch werk al heel erg lang. Ik geef al meer dan, ik heb het pas eens een keer uitgerekend, vanaf mijn 15e al verschillende soorten les, ook in mental art. Thuis praten we Japans onder andere, waar ik ook 6 jaar lang heb gewoond. En ik heb toen ik jong was altijd ook al energie gevoeld en dingen helder gezien. En op 15-jarige leeftijd leerde ik een hele oude Chinese, Aziatische, Japanse ja, mental art. Daarin ben ik grootmeester geworden en heb dat in Japan beoefend. En dat stukje heeft mij ook geholpen met in mijn awakening. Ik heb onder andere veel gelezen van Osho en Jiddu Krishnamurti. En op mijn 19e was ik in de Alpen en daar voelde en ervaarde ik dat ik niet mijn lichaam ben, niet mijn gedachten, niet mijn gevoelens, niet mijn emoties. En die helderheid, ja, pas 30 jaar later vanuit India met de Bhagavad Gita, dus dat Advaita Vedanta stukje wat ik al uitlegde, kon ik ook daar de woorden aan geven om mensen op een eenvoudigere manier te begeleiden naar dat ook te doorzien en te ervaren. Nou, ik woon tegenwoordig in Gent in België. Ik heb daar mijn praktijk en opleiding die ik ook in België geef. Voorheen had ik kliniek in Denemarken.
En zoals ik zeg, twee volwassen zonen hebben mij. Ja, ik ben daar wel trots op. Ja, heel veel wil ik niet zeggen. Eén ding wel, er zijn een aantal methodieken door mij ontwikkeld, ook om wat ik noem van trauma naar Boeddha te gaan. Je hebt soms een bepaalde ervaring nodig, waardoor je dat kunt verteren en tot nieuwe inzichten komt. We zijn met z'n tweeën. Anja die ondersteunt mij en geeft zelf ook les. En dan ondersteun ik haar. En zij heeft ook de totale opleiding gedaan en heel veel andere opleidingen ook. Rouwtherapie, coaching, noem maar op. Maar zij heeft vooral ook dit stuk werk vanuit het craniosacrale, het geïntegreerd in het werken in warm water. Dus ze noemt dat aquacranial flow. En ze is geboren en getogen in Vlaanderen, in Oost-Vlaanderen, in Leiden. En bij Aalst is dat. En daar zijn ook een warm bad daar in de buurt. En ook een in Gent, waar ze dus sessies geeft. Ja, misschien dat ze er aan het einde ook nog wat toe gaat voegen. Zij is hier ook bij aanwezig. Nu, wanneer je met dit werk aan aan de slag gaat, dan is het ook van belang om een stukje te weten waar dit allemaal op gebaseerd is. En ik vertel dat in veel meer details wanneer ik mensen daar echt over ga onderwijzen. Educatie geven. Eén belangrijk ding is wat de mensen niet weten, dat de osteopathie waaruit dit is ontstaan, gebaseerd is op het shamanisme, dus van de Indianen. Andrew Taylor Still, die woonde namelijk in Amerika en die had een achtergrond in fossielkunde, in westerse geneeskunde. En hij ging toen zijn kinderen ziek werden, en daar ook aan stierven, aan meningitis, ging hij in de leer bij de shamanen. En daar heeft hij dus geleerd hoe het is om naar die heelheid, dat holistische stukje, te kijken. Hier zit hij samen met William Sutherland. Die zit hier aan de rechterkant. En William Sutherland is samen met hem aan het kijken van hoe zit dat lichaam nu in elkaar. En ze zijn begonnen met de botten te bekijken, want dat is het makkelijkste. Dan hoef je niet in het lichaam zelf te gaan snijden. Alleen dit is natuurlijk een overblijfsel. Dit is niet het diepste. Wel is hieruit heel veel ontstaan, maar het leven zelf in die biologie, hè, het biologische stukje en de natuurwetten, zat daar nog niet in. Wel hebben ze gelukkig ontdekt dat er een bepaalde ademhaling, een beweging is in het lichaam, niet door de longen, maar vanuit het cranium, dus het craniosacrale. En John Uplegger is in die traditie ook doorgegaan. Nu, William Sutherland, die is op een gegeven moment, toen hij al 30 jaar praktijk had, verder gegaan. En die is samen met Rollin Becker toen ook die Indiase uit India, waar het al heel lang bekend is, dit craniosacrale ritme, die informatie gaan implementeren. Dus ze zijn veel meer toen gaan kijken naar wat is dat nu, die beweging, dat leven zelf. En toen heeft Rollin Becker samen met William Sutherland ook hetgene wat we nu balancing of later biodynamisch zijn gaan noemen, uitgewerkt. Dit was al in de 50er, 60er jaren toen ze daarmee begonnen, maar pas in de 90er jaren was de tijd rijp om dat stukje te delen. En toen ik daarmee in aanraking kwam, heb ik daar een aantal andere inzichten die op mijn pad zijn gekomen aan toegevoegd om daar een groter geheel van te maken. Nou, zoals ik al net zei, ik noem dit ook lichaamswerk voor de ziel of van trauma naar Boeddha. En ik implementeer daar die non-dualiteit. En die non-dualiteit houdt ook in dat er geen afgescheidenheid is tussen bijvoorbeeld een arts en een patiënt, want je bent daar samen. En door
doordat je daar samen een interactie hebt, gebeurt daar wat. Hier zie je Go. Dat is het meest universele, een van de vier Chinese gentleman arts noemen ze dat, de nobele arts. En dat stukje is 2500 jaar oud, komt ook vanuit het boeddhisme. En dat gaat eigenlijk om de informatie. Nou, daar ga ik later nog wel iets meer over zeggen. Dit was trouwens in Kiev, in de Oekraïne, voordat daar de huidige oorlog is. Ik implementeer ook de Verenigde Velden in theorie, focussen met een 10-stappenplan wat we hebben ontwikkeld, het stukje centropie, wat het leven in feite is, de middenlijn, de notengord, om die te openen, niet alleen vanuit de Kundalini, maar ook van andere kwaliteiten uit de natuurwetten, zoals in de nieuwe geneeskunde of de Germaanse geneeskunde er zijn, en het nodentificatie. Stappenplan. Dat is een methode die heel snel werkt om de trauma's te verwerken en te veranderen. Nu heb je een beetje een indruk en een idee op welke manier wij gaan werken, maar toch wil ik heel veel informatie wel geven en delen, maar ik kan vandaag maar een klein beetje delen. En ik zal iets laten zien in en over het lichaam. Dus wanneer we een schedel, dit is van een pasgeboren kind, nog geen volwassen man of mens, hè, ook al zijn er wel allemaal tanden en kiezen, maar het is nog niet helemaal volgroeid, gaan kijken, dan zie je wel daar die naden, de sutures wordt dat genoemd. En bijvoorbeeld van boven naar beneden tussen de twee voortanden zie je duidelijk zo'n lijn gaan tot aan de achterkant van die schedel. En we weten natuurlijk, we hebben twee hersenhelften, maar die lijn die gaat door het hele lichaam heen. En er zit een groot gat ook daar in het midden, dat heet het foramen magnum. Het grote gat is dat letterlijk. En dat heeft ook alles daarin, die middenlijn, de zenuwen, het craniosacrale vocht gaat daar doorheen, de dura mater, de ruggengraat met de wervels. Dus alles gaat van boven naar beneden en weer terug. Nu, die middenlijn die je daar ziet, die is ook tussen die twee hersenen. En we noemen dat membraan, wat daartussen zit, de phallux. Die staat echt zo ook netjes omhoog. En die heeft een innerlijke beweging. Ik laat je daar straks een klein filmpje over zien. Nou, die phallux zorgt dus voor het craniosacrale ritme, onder andere, dat alles beweegt tot aan het sacrum. Nu, ik zeg wel laagjes in laagjes in laagjes, maar hier kun je dus zien hoe en op welke manier al die laagjes vanaf de schedel al met elkaar verbonden zijn. De schedel is ook niet, we noemen het wel soms zo een been, maar eigenlijk is het geen bot, het is een verhard membraan. En die membranen hebben een bepaalde fluiditeit, maar ook een bepaalde beweeglijkheid. Dus de schedel heeft ook een beschermende functie en het vocht daarbinnen, die waarin de hersenen drijven, is ook een schokabsorber. Dan kun je dat aan de achterkant, is een opengewerkt tekeningetje van de achterkant. Je ziet daar onderaan de zenuwen die door de ruggengraat gaan en daarna door de wervels naar buiten gaan. He, je ziet daar vanaf de huid, de schedel, dan heb je daar die membranen, de hersenen en die twee blauwe lijnen, weerszijde en boven, dat zijn de sinussen, waardoor dan dat craniosacrale vocht weer teruggaat naar de aders. Nu, die beweging, heb ik net gezegd, gaat van beneden naar boven en boven naar beneden. En dat is ook hetzelfde stukje wat we in emoties waarnemen. We hebben blije emoties, die worden we naar boven gericht, dan worden we ook positief. Dan gaan we echt bijna dansen, maar ook van die ja, neerwaartse, een beetje negatieve, depressieve gevoelens waar we dan woorden op plakken, zoals angst of jaloersheid. Gewoon ja, niet meer iets positiefs. En dan voelen we ons ook zwaar en
het woord te neergeslagen. Nu, waar praten we dan over? We praten over het stukje tussen de keel en de hals en het sacrum, oftewel de onderbuik. Daar zijn die emoties. Dus dat, hier zie je nog die organen in de buik. Waarom laat ik dat zien? Omdat in die buik zitten meer zenuwcellen, neuronen, dan in de hele ruggengraat. We zeggen wel dat daar zoveel hersencellen, zeg maar, zitten, als er ook zitten in het brein van een hond. Dus daar zit een intelligentie en iedereen zegt dat, volg je buikgevoel. Niemand zegt, volg je hoofdgevoel. En die gevoelens zorgen voor van alles en nog wat wat daar vast gaat zitten. En je ziet daar aan de achterkant ook de wervels en het stukje van het heilige been. En die hele bekken, onze veilige bekken, daar gebeurt van alles. Daar loopt ook de psoas-spier doorheen. Nu, dat bekken helpt ook de nek, de hals en het hoofd te ontspannen. Dus alle emotionele dingen die we in ons spijsverteringssysteem vasthouden, als we dat oplossen, gaat dat ook aan de andere kant. En alles spiegelt met zichzelf. En zoals we hier zo mooi zien, hè, Michelangelo heeft dat ook al getekend, van alles zit op een bepaalde manier in een verhouding. Dat wordt ook wel de gulden ratio, de gulden snede genoemd. Daar heeft iedereen wel van gehoord. Die bepaalde harmonie die we terugzien in het menselijk lichaam. Nu je dit weet, kun je gaan begrijpen dat dat ergens heel helder te zien is. En van waar komt dat? Nou, dan gaan we naar het begin toe, naar de eicel. Dat is de perfecte, enige ronde cel in het menselijke lichaam. Alle andere cellen zijn niet perfect rond. En dit is een cel die heel speciaal is. Daar zit geen kern in, maar die draagt alleen maar voedingsstoffen bij zich. En aan de andere kant zie je een kleine spermatozoïde, een zaadcel. En die is heel klein, die heeft geen voeding in zich. Die heeft alleen maar een kern van DNA en die beweegt zich. Dus dat zijn eigenlijk twee polen in polariteit. De kern zit niet van binnen, maar van buiten. En nu is het heel belangrijk om te weten dat het idee van een naald die een eicel doorprikt en dan bevrucht, niet waar is. Hier kun je dat gaan zien. Hier is een rotatie van de eicel door die spermatozoïden. Dus die spermatozoïden die brengen die eicel in vivo, in het leven, in de baarmoeder, zeg maar, in beweging. En dan plaatst daar zich een dansje voort. De eicel en de zaadcel doen hun jasje uit. Het is dus absoluut niet zo dat die eerste wint. Nee, het is een geheel van beweging, net zoals we vaker zien in de natuur. En daar ontstaat wat uit. We zien daar dus door die beweging allerlei vormen ontstaan. En wanneer we dan uit die ene eerste cel gaan kijken, dan gaat die cel zich delen. En delen is helen, zeg ik wel. Maar die delen vormen dan één geheel. En hoe ontstaat het hart? Hoe ontstaan nu die bloedvaten? In die foetus gaan de cellen naar elkaar toe bewegen. Dus er zijn op verschillende plekken waar die bloedvaatcellen zich gaan verbinden en ontstaan. En die groeien daar naartoe, naar elkaar. We denken daar niet echt over na, want de meeste wetenschappers begrijpen ook niet hoe het leven ontstaat. En als ze dat wel begrijpen, dan wordt dat vaak afgedaan als nee, dat klopt niet, want dan praten we over de ziel, dan praten we over energie. En dat is in de meeste wetenschappen, instituten niet iets wat men zomaar mag bestuderen.
Nu, hier even een voorbeeldje van hoe dat leven zich ontvouwt. Dit zijn allemaal foto's van Gerald in verschillende stadia. Daar linksboven met een kuifje. Toen hij klein was, daaronder met zijn zoons. En helemaal rechts, toen had ik nog lang haar. En in het midden zie je mij met de behandeltafel. En rechts was ik bij heel toevallig dat AAK Gent. Kampioen werd in België en dat was de intocht hier in Gent met de bootjes. Ja? Nu, wat was jij voordat jij er was? En die vraag alleen al zorgt ervoor dat het denken en de gedachten even gaan stoppen. En als dat gaat stoppen, is er stilte. En die stilte is eigenlijk de kwaliteit waar veel mensen altijd naar op toe op zoek zijn. En toch zegt die stilte het allermeeste. Die is heel volledig. Die is namelijk altijd de verbindende kwaliteit van harmonie en energie. En wanneer we gaan denken of wat dan ook, dan halen we dat eruit. Nu, hier sprak ik eerder al over die gulden ratio, die snede. En er zijn altijd verschillende kwaliteiten. Ik zal het even toelichten voor de mens. Dat is de enige die helemaal rechtop loopt. En in het midden van het lichaam is een zwaartekrachtlijn. En die zwaartekrachtlijn zorgt ervoor dat alles zich daarom beweegt en roteert. En de Fibonacci ken je, dat is daar die hand, zie je dat ook. En je kunt dus die gulden ratio terugvinden, zelfs in de afmetingen van de menselijke schedel. En wij als mensen zijn de enige levende wezens die dat perfect zo hebben. Andere dieren hebben dat niet. Dus hier ook, hè, Fibonacci, dus alles is met en in zichzelf in een bepaalde harmonie. En wanneer je terugkomt in die harmonie van binnenuit, ja, dan stroomt het. Nu, als dit werkt voor dieren en voor planten en voor eencelligen, dan werkt dat ook voor mensen. Nu, het craniosacrale ritme is gevonden dat dat één op één samenhangt met het chakrasysteem en met het energetische systeem, ook bij honden en katten. Maar ook bij de mens. Hè. We kennen hier verschillende manieren waarop energie door de Pingala, de Ida, de Sushumna gaat, door die chakras, door dat hele energetische systeem. En ook onze emoties kunnen we inmiddels zien. Dit is een wetenschappelijke studie van hoe zag dat eruit wanneer iemand in zijn of haar emotie was. Dus links is bijvoorbeeld iemand die boos is. In het midden bovenaan iemand die heeft happiness, dus die is gelukzalig. En dan zie je ook, dan is het hele lichaam warm. Die hebben warme handen, warme voeten en een warme uitstraling. Als je dan naar de onderste lijn gaat, dan is de derde van links helemaal blauw. En dat is iemand die depressief is. Die is eigenlijk naar binnen gekeerd, in zichzelf introvert, omdat hij zichzelf aan het helen is. En we noemen dat ook depressed. En als we dat splitsen, is het deep rest of in diepe rust zijn wij de dingen aan het verwerken. Degene daarnaast aan de linkerkant, dat is liefde. En ook daar zie je dat dat helemaal stroomt, genereert. Ook de buik is dan warm en dat stroomt. Nu, wanneer je dit weet, dan begrijp je dat het hele lichaam, alles, ook wat we denken, wat we voelen, met elkaar resoneert. We hebben hier een plaatje van voetreflexologie. Deze zondag is er een workshop tenenlezen van ons in de middag in Deinzen. Als je daaraan mee wilt doen, schrijf gerust even in de chat ook dat je misschien meer informatie daarover wil hebben. En dat kun je ook op onze website vinden. Nu, hier zie je dus linksboven dat nier 1 punt onder de voet, ons zielenpunt. En dat heeft ook te maken met je middenlijn. En aan de linkerkant onderaan zie je ook hoe de vorm, het hoofd, de grote teen, alles met elkaar samenhangt. Ook je karakter en de andere dingen laten zich in die tenen lezen.
Nou, ik ga er niet heel veel over zeggen, maar mensen weten inmiddels dat door de punten te stimuleren ook die organen geraakt worden. Ik laat zo meteen nog later een ander iets zien dat ook uit de Chinese geneeskunde komt, zodat je begrijpt hoe die beweging, die motiliteit en die punten in het lichaam allemaal samenhangen. Nu, die beweging, dat gaat eigenlijk vanzelf. Je kunt dat niet aan of uitzetten. En je gaat hier zien, door die schedel even weg te halen, dat daar ook een heel systeem van samenhang in zit. Je ziet hier boven het tentorium en van opzij zie je dan die falx. En als je goed gaat kijken, zie je ook dat dat zich opent en weer sluit. Een kleine ritmische beweging. Hopelijk kunnen jullie dat goed zien. En wanneer je dan die zijkant weghaalt, dan zie je ook hoe dat tentorium en dat falx, hè, die membranen, echt een soort van golfbeweging hebben. Dit is het zeefbeentje en dat is het botje achter en boven de neus. En daar stroomt dus ook een gedeelte van het overtollige craniosacraalvocht door en dat komt dan in de keel. Dus het is een heel ingenieus systeem. En hoe meer je dat vrijmaakt, hoe mooier je ook het leven gaat begrijpen. Het volgende plaatje laat dat ritme zien, waar dan wel heel versneld die schedelbotjes naar voren en naar achteren zich vullen en weer verlengen. We noemen dit wel een flexie en een extensie, zoals we dat ook in de osteopathie noemen. Nu, ja, je zegt van, ja, maar is dat niet het hartritme? Is dat niet de ademhaling? Alles hangt samen. Je ziet hier heel versneld, om het goed duidelijk te maken, dat daar in het midden die ventrikels, zo wordt dat genoemd, en dat dat vocht, dat is dus niet bloed, niet een hartslag, om die ruggengraat heen beweegt. Ja? Het volgende plaatje laat dan zien hoe die, zo boven, zo beneden, hoe die kommetjes eigenlijk bewegen. Dus het staartbeen en het achterhoofdsbeen dat aan de linkerkant zit, dat beweegt van de ene kant naar de andere kant. En dat rode en dat blauwe kun je even heel simpel zien als het opgaande en neergaande vocht. Alles beweegt en hoe minder dingen er nog vastzitten, hoe krachtiger die beweging is. Je kunt dat echt ook voelen, zeker mensen die Tai Chi Chuan of andere martial arts hebben gedaan. En dit is niet alleen een beweging van boven naar beneden, maar wanneer je dit hier is een beetje vergroot, uitvergroot en ook versneld. Ook het lichaam zelf, dat kun je voelen, dat kun je palperen. Gaat openen en weer sluiten. Dus mensen die heel veel zitten, die hebben vaak last van dat craniosacrale ritme. En ja, dan gaat de afvoer van afvalstoffen wat lastiger. Die hebben dan last met slapen enzovoorts. Dus het hangt allemaal samen. En soms zeggen we wel, het zit tussen de oren. Maar de stilte zit daar ook tussen. Dus wij werken eigenlijk met die stilte die in alles zit. Dit plaatje heb je al eerder gezien in deze presentatie. Het is eigenlijk met die vloeibaarheid die in het lichaam zit. En die kennen wij allemaal als we zweten of als we huilen. En dan zeggen we, ah, dat is zout. Maar dat betekent dus dat we eigenlijk de samenstelling hebben van zeewater binnenin ons. We komen uit de zee van oorsprong en we zijn op het land gegaan, maar die zee zit nog in ons. En heel vroeger gaven ze nog geen bloedtransfusies, maar gaven ze transfusies met zeewater. Goed, dus de focus is niet zozeer op alles wat we zien, maar eerder zo op dat weekdier, op datgene wat beweegt, die inherente kwaliteit die gevoeld wordt, die levendigheid. Als je verliefd bent, dan voel je je warm, dan voel je stromen, dan gaat alles vanzelf.
Nou, onderzoek dat maar eens. Vraag maar eens aan een wetenschapper van waar zit nu precies verliefdheid? En ja, dat kunnen ze niet onderzoeken, maar toch kennen ze dat gevoel. Ook al is het niet helemaal verklaarbaar. Dus het gevoel, het innerlijke gevoel. En wanneer wij dus gaan in een sessie, zoals we dat noemen, een geven en ontvangen, dan gaan we vooral luisteren naar die stilte. Want het lichaam is onschuldig, zeg ik wel eens. Het lichaam laat van alles en nog wat zien. Nu, craniaal, het cranium, in de schedel zitten heel veel verschillende potjes en die bewegen allemaal onafhankelijk van elkaar. He, meestal zie je een schedel als één geheel, maar dit is eventjes uitvergroot dat er tussen al die botjes een ruimte zit. Dan door die innerlijke ventrikels, daar komt zo meteen een plaatje van. Is er een beweging dat die zich vult en dan weer teruggaat, vult, waardoor ook die botjes moeten bewegen? Nou, bij een baby die net geboren is, zitten soms die botjes vast en dan krijgen we een huilbaby en dan kunnen we dat wat losmaken. Ja? Dus vier ventrikels, ja, waar praten we dan over? We hebben die rechts kun je dat zien aan beide kanten ventrikels. Links is dat van opzij gezien. En dan heb je de boven, links en rechts, de grote ventrikels, zoals ze worden genoemd. En dat zijn de eerste en de tweede ventrikel. Dan in het midden, als je naar links kijkt, zit er een klein gaatje in het midden. Dat is bij de hypothalamus. En daar gaat het in een cirkeltje draaien. Dus het vocht wordt geproduceerd. We noemen dat glymfatisch vocht in de medische wetenschap. En dan gaat dat door een klein gaatje en dan komt er een rotatie al. En dan gaat dat naar beneden. Het onderste stuk is in de hersenstam eigenlijk, of te tegenaan. En dat beweegt. En daar is dus een rotatie en die rotatie gaat om het ruggengraat heen. Dit is een ander plaatje en dit wordt ook de grot van Brahman genoemd in India. Dus in India was men hier en in China al duizenden jaren mee bekend, maar in het Westen niet. Dus dit ik-bewustzijn is in feite in het vocht zelf. Nou, vanuit het brein gaat het richting de zenuwbanen. Dat noemen we allemaal het centrale zenuwstelsel. En je ziet ook dat het hele lichaam al die zenuwen heeft, een vertakking van die ruggengraat, ook naar de benen toe natuurlijk en de armen. En het craniosacraal vocht gaat met die zenuwen mee naar buiten om die zenuwcellen te voeden. Je ziet daar dus een overgang bovenaan van het brein naar die ruggengraat. En dat is dan de bovenste wervel. En die heet toevallig Atlas vanuit de mythologie. Atlas droeg de wereldbol, oftewel de schedel op zich. Dus die Atlas en occiput betekent het achterhoofd. En daar gaat dus dat grote gat, wat we helemaal aan het begin hebben gezien, dat foramen magnum, daar gaat en stroomt dus dat vocht in de wervels en dan nog in een leren huid, als het ware een dura mater, een dikke ja, materie, een dikke membraan, daar gaat dat vocht dus tot aan het heilige been. Nou, door een handpositie toe te passen, kan daar spanning worden weggenomen, waardoor dat beter gaat, waardoor ook het brein, brain fog, kennen we tegenwoordig, wordt dat genoemd, ook makkelijker oplost. Die verschillende laagjes gebruiken we wel in het lichaam. We kennen dat allemaal: de huid, de organen, de membranen, ligamenten, spieren, zenuwen, fascia, bindweefsel, al die lymfe, het vocht daartussen. Al die laagjes zijn in feite één geheel, want die komen uit één cel. Maar die worden dus gespecialiseerd, net zo goed als we papier in een prop kunnen doen
of er een envelop van maken om iets ingewikkeld te maken. We kunnen met dat ene kunnen we alles doen wat we willen, in alle vormen, in alle maten, een piramide, een kubus, etc. En we hebben daar ook allemaal woordjes op geplakt. Dus als we hier bijvoorbeeld in origami gaan denken. En waarom zeg ik dit? Dit is namelijk vanuit die diepe stilte kan er iets in beweging komen en iets anders laten ontstaan. En we plakken daar dan een woordje op, een muis, een konijn, een haan, een hond, noem maar op. Maar dan kijken we alleen maar naar die vorm. Dan knippen we als het feiten, net zoals we dat doen met het lichaam, dan knippen we die verschillende laagjes in stukken. Nou, dat wordt in de reguliere geneeskunde gedaan. En dan hebben we een specialist voor de lymfe, voor de zenuwen, voor de oren, de ogen, de knieën, noem maar op. Of voor de blaas of de prostaat. En dan is het vaak niet gezien dat het komt door een whiplash of door iets psychologisch of psychisch, wat ooit ook gebeurd is. En het lichaam reageert daarop. Als we het lichaam gaan bekijken van boven naar beneden. En dan moeten we even klikken op dat pijltje, zodat dat gaat bewegen. Hopelijk lukt dat. Even met de muis. Oké, dat lukt nu niet. Maar we kijken even naar het volgende plaatje. Daar beweegt van alles en nog wat. Dat hele leven beweegt. En daar gebeurt natuurlijk ook iets in dat papier. En omdat die dingetjes die we ingevouwen hebben bewegen, zeggen we die hond leeft of die haan leeft of wat dan ook. We zien daar patronen en als mens herkennen wij patronen. Nu, dat leven is in feite iets wat met allemaal van die verschillende laagjes verbonden is. Waarom ik dat probeer uit te leggen, is omdat dit een heel mooi, eenvoudig model is van het leven zelf. Je ziet dus hoe het oorspronkelijke celmembraan, of meer dan dat, het universum, met zichzelf een verbinding aangaat en waardoor ontstaan het steeds complexere structuren en dat lijkt dan allemaal datgene wat we het leven noemen. En we gaan ook al die verschillende stukjes ja, een naam geven. Ja? Wanneer we dan daar een etiket op gaan plakken, wat ik net al zei, hè, er zijn allemaal verschillende punten van waarneming, dan zijn we soms door de bomen het bos kwijt. En iedereen denkt dat hij gelijk heeft, maar ze zien die olifant niet. Dit hier is de Toren van Pisa, om het ook even te illustreren. Als wij onze visie hebben, dan zitten we daarin soms vast en dan kunnen we niet meer met een bepaald lichaamsdeel waar een blessure op zit communiceren. Dan begrijpen we dat niet. Die Toren van Pisa is leeg van binnen, maar als je dan naar buiten kijkt, dan zie je soms de verschillende afbeeldingen. Dan zie je soms de verschillende laagjes. Het ene venster laat de stad zien, de andere laat het bos zien. En dan zie je hoe daar die perceptie iets anders is, terwijl het toch één geheel is. Nu, dat ene geheel is licht. En dat is het hele al. En wanneer we kijken naar licht, dan is dat in principe helemaal helder. Maar dat licht kunnen we ook via een prisma, via allerlei facetten gaan zien. En dan heeft het een andere kwaliteit, een andere kleur. Nou, dit hier is een klein filmpje. En ik begin weer even terug naar het begin van de conceptie. Die ene eicel, die heeft een hele evolutie achter zich, familiesystemen enzovoort. Daar is heel veel in gebeurd. Maar die is in feite op zichzelf staand niet levensvatbaar. Daar is een spermatozoïde voor nodig. En we hebben dit al eventjes laten zien, maar ik heb het hier nog even echt, zodat je goed begrijpt dat die beweging echt ontstaat al bij voor de conceptie. En beweging is de kwaliteit van leven. Dus we gaan dit nog een keer even heel rustig bekijken.
En we noemen dit het attraction concept, the law of attraction, dus het aantrekkingsconcept. Dat is een heel subtiel iets in het leven zelf, waarin dus zowel die eicel als die zaadcellen bij elkaar komen om een spin, een draaiing, die vortex te geven. En dat is de dans van liefde. Er zijn mensen die, wanneer ze dit zien, zoiets hebben van: wauw, ongelooflijk hoe mooi dat leven is. Ja? En met dank aan Jaap van der Wal. Nu, wanneer we naar deze gaan, je ziet hier, en dit is in 2017 voor het eerst opgenomen, dat is de rotatie en ook tegelijkertijd het licht dat vrijkomt bij de conceptie. Dus de spermatozoïde heeft zink bij zich en dan ontstaat de zinkoxide, waarbij er een foton, oftewel een kwantum, informatie vrijkomt. Dus we zijn lichtwezens al bij de eerste, op het moment van conceptie. Ik en ook anderen hebben dat waargenomen. In het geval van mijn twee zoons, zei ik al tegen hun moeder: we zijn zwanger, omdat ik dat had waargenomen. Heel mooi. En ook andere mensen die hebben daar mooie dingen van gemaakt. Dit is een klein filmpje. Je ziet hier de beweging van twee bevruchte salamandereitjes. En die salamandereitjes, je ziet daar eerst licht komen en dan de vorm. Dus die lichtkwantum informatie zorgt ervoor. En het laatste onderzoek wat is gedaan in zaken de theorie van Roger Penrose bijvoorbeeld, is ook dat inderdaad in onze hersencellen wij met het kwantumveld resoneren. Nu, je ziet dus hier hoe in dat ene kleine eitje er al een beweging is terwijl dat ontstaat. En je ziet ook zo'n ignition, noemen we dat. Een ontvlamming. Die vonk, die levensvonk, die zorgt en vrijkomt wanneer bijvoorbeeld het hartje ontstaat. Nu, een mens is precies hetzelfde. Dat is een cel die zich deelt en die delen worden een geheel. En daarna ontstaat dat grotere vorm. En dat is eigenlijk het begin van een soort van vortex, een soort van beweging, ook in de tijd. Niet alleen in het lichaam, maar ook door de tijd heen. En we weten dankzij Faraday en Maxwell dat tijdruimte eigenlijk een van de delusies is. Nu ga ik jullie hier, en we noemen dat het Holon-model, en dat is heel mooi om te zien hoe al die lagen met zichzelf bewegen. En dit heeft misschien wat uitleg nodig. Je ziet hier een buitenkant en een binnenkant, outside, inside, in een membraan. En hoe gaat dat dan? Aan de rechterkant komt er die spermatozoïde met de eicelovum en die verbinden zich met elkaar. Net zoals een hand in een handschoen zit. En die laagjes die verbinden zich dan met wat we levensvonk noemen. Dus de ziel die dan in dat lichaampje komt en zich daarmee verbindt. Dus je hebt eerst het blauwe, de spermatozoïde, het groene, de eicel, de spirituele holon, onze heilige ziel. En dan zie je hoe al die laagjes daar zijn. En zo gaat dat met al het ontwikkelen van de lichaamcellen, de ledematen enzovoort. Nu, het volgende is iets wat gebeurt, en dat kan al gebeuren op het moment van de conceptie, dat er in de karma, en karma is niets anders dan bepaalde energie die vast gaat zitten in ons systeem, dat er iets gebeurt. En dat noem ik de definitie van een trauma. Ze vroeg om een bepaalde zwarte iPhone en ze kreeg de witte en ze was in tranen. Dat was onprettig, ongewenst, onverwacht en ze was niet gesteund, want de ouders hadden dat gegeven, dus ze kon niet hun beklag daar doen. Dat is wat gebeurt, waardoor iets moet worden ingekapseld. En je kunt later leren om gelukkig te zijn. En dat is een keuze. He, deze jongen had helemaal niets en toen had hij schoentjes gemaakt van flessen en hij was heel erg blij.
Dus het vastzitten in die trauma is eigenlijk een stukje dat jouw levenskracht, jouw levensenergie niet meer is. En dat beweegt dat niet. Nu, dat mens, hè, die laten we even John noemen aan de rechterkant, die heeft dus allemaal die laagjes van vorm, de bevruchting, de ziel zit daar dan in. Maar dan wordt hij geraakt daar aan de buitenkant rechts. Daar zie je dus dat iets hem raakt. En dat gaat helemaal tot in zijn kern, daar waar de ziel in het lichaam te vinden is. Nou, wanneer we daar naar kijken, dan ga je begrijpen dat die verbondenheid, die heelheid, niet meer houdbaar is. Dus dat gaat langzaamaan verschrompelen, oplossen, weer terugvallen in de delen die het geheel maakten. En bijvoorbeeld wanneer een kleinkind bij opa komt, die is overleden, dan vraagt hij van waar is opa? Want zelfs een kleinkind ervaart en voelt dat dat niet meer een levend mens is. Uiteindelijk, hè, gaat niets verloren. Uiteindelijk zit alles nog steeds op een hele diepe, stille rustlaag in inertie met elkaar. Maar en daarna begint het weer opnieuw. Sommige mensen noemen dat reïncarnatie. Hoe we het ook willen noemen, laten we er geen woorden op plakken. Maar je kunt hierbij ook zeggen van iemand die ongeveer dezelfde laagjes heeft, resoneert met iemand anders. Je kent wel dat woord tweelingzielen of zielsverwant. Hè, dat is een oud woord. En dat ga je soms ook telepathie, allerlei waarnemingen hebben. En ook dan begrijp je hoe alles met elkaar verbonden is, ook in het lichaam. Nu, dat volgt allemaal bepaalde natuurwetten, wetmatigheden. En dat noemen wij ook wel, die dat kennen, de nieuwe geneeskunde of de Germaanse geneeskunde. En dat is aan de linkerkant gewoon het dag-nachtritme. Maar plotseling komt er iets onverwachts, een inbreuk, een indeuk, een identificatie komt er in dat geheel, waardoor er gepiekerd, gemaald, van alles moet worden verwerkt. Ja, je kunt je voorstellen dat het een mes is en het bloed komt eruit, maar dan gaat er bij die conflict resolution, bij de oplossing, komt er een korstje op. Dan wordt daar eerst weer een nieuwe onderhuid gemaakt. Het is wat rood. Hè? We noemen dat een œdeem of een zwelling of een ontsteking wordt dat ook genoemd. En dan hebben we eventjes heel veel pijn en gevoeligheid. En dan gaan we naar een huisarts toe bijvoorbeeld. En die zegt dan van, o jee, o jee, o jee. Maar na een tijdje krijg je plotseling daar die piek tussen die twee groene gedeeltes. En dan hebben we jeuk onder dat korstje. Oh, wat is er nu toch aan de hand? Ik voel van alles. Dat is dus die oplossende crisis in feite. En daarna krijg je dat het weefsel nog verder wordt opgebouwd. Dan krijg je een littekenweefsel. En eigenlijk is dat litteken functioneel, want dat zorgt dat voor de volgende keer dat je weer daar geraakt wordt, de huid wat dikker en robuuster is. Dus dit is in een notendop alle processen die in het hele lichaam, de psyche, de karakter plaatsvinden. Nu, waarom komt dat met dit stukje non-duaal biodynamisch? Omdat dit ook in het brein zelf terug te vinden is. In de hersenstam zijn bepaalde drukpunten en die hebben te maken met de overleving. Dus de hersenstam is evolutionair het eerste ontstaan. En dat kan te maken hebben met aanval, verdediging, met voeding, met zogen, met zorgen voor. Nou, dan het volgende, daar zie je dus ook een correlatie tussen de verschillende organen als een soort van pijl die naar rechts draait en weer terugkomt. En dat was vroeger, toen we een schelpdier waren, was dat ook onze spijsvertering. En dit is echt één op één de relais waarop dus de spijsvertering ook
gelinkt is met de plekjes in de organen. En we gaan dat steeds meer begrijpen. We hebben het Merkel in het brein, de witte stof in het brein. En dat relateert aan onze botten toen we uit de zee rechtop zijn gaan lopen. Dus die botten hebben een bepaalde plek die gaat resoneren wanneer daar iets gebeurt. Net zoals een orgel zijn er bepaalde keys waarop gedrukt wordt. Nu, een orgel is een organ, is organen. En je gaat langzaam begrijpen, dus dat met vloeistof gevulde brein heeft al die plekjes. Nu, hier, dit is het cognitieve stukje, oftewel het emotionele, menselijke groepsbrein. En als daar indrukken zijn, dan ga je dus bepaalde verlammingsverschijnselen of bewegingen hebben, maar ook je karakter gaat daardoor veranderen. Nu, dus zul je zeggen, waar komt dat vandaan? In CT-scans hebben we op een bepaalde manier die foto's kunnen maken. En die kun je gewoon ook laten maken. En ook begrijpen op welke diepte in het brein zit nu die indruk. En daardoor gaat er zo'n, we noemen dat een speciaal programma in het lichaam lopen. Nu, hoe meer we begrijpen wat er aan traumatische gebeurtenissen zijn geweest, begrijpen we ook die verbindingen naar die organen. Dus het is als het ware, daar is een indruk gemaakt, dus is een knopje ingedrukt. En doordat dat knopje is gaan vastzitten, omdat we het nog niet los konden maken, nog niet verteren, kun je bepaalde dingen nog wel doen. Als een soort van ouderwets tikmachine, sommigen van jullie kennen die, en die zit dan vast. Je kunt dat niet meer bewegen, dat moet je later met een hand van buiten als het ware terughalen. Maar die andere paar kun je nog wel bewegen en dan in verbinding gaan. Nu, wat weten we inmiddels? Dat bepaalde processen op een bepaalde plek in het brein een indruk hebben moeten gehad hebben, waardoor er ook iets gaat gebeuren. En dat wordt vaak kanker genoemd. En vanuit de reguliere geneeskunde wordt kanker gezien als iets heel ergs. Omdat we het niet begrijpen, komt er angst op. Maar omdat we nu kunnen gaan begrijpen waar dat door komt en er dus helder inzicht bij is, is het helemaal logisch dat dat vrij gaat komen en ook weer kan gaan oplossen. En daar is angst niet meer nodig. Angst is de slechtste heelmeester. Dus door het inzicht komt er begrip. Nu, ik had het net al erover dat ook je karakter gaat veranderen, afhankelijk of het in de ene hersenhelft, de testosteronkant, of de andere hersenhelft, de oestrogeenkant is. En dat is hetzelfde als we bijvoorbeeld alcohol drinken, dan verandert ook die balans in de hersenen. Dus wanneer de ene kant is ingedrukt, kan iemand heel manisch zijn, heel druk zijn naar buiten toe, dat ken je wel. En dan komt hij weer terug en hij moet dat gaan verwerken en dan is hij even uitgeteld. Ja? Even komt hij dan tot rust. En we noemen dat dan die diepe rust, noemen we depressed, noemen we depressief. Nou, dat is een heel heftig proces bij sommige mensen, hè, maar we kennen dat al allemaal wel in meer of mindere mate. Nu ook begrijpen we tegenwoordig waardoor er bepaalde functionele karaktertrekkers in de psyche zijn, hè, waarom bepaalde dingen gebeuren, omdat er dus iets is gebeurd in ons leven wat we niet direct hebben kunnen verwerken. Ik ga hier nu niet heel veel over zeggen, maar er staat meer informatie op onze website nondualbiodynamics.com. Zet eventueel voor de mensen die later zijn gekomen je e-mailadres nog even in de chat als je op de hoogte wil worden gehouden. Nu, je ziet dus dat meerdere inslagen, indrukken, onverwachte trauma's te kunnen zijn. Hier zie je boven dat er noden A, B, C, D zijn. En die kunnen niet verwerkt worden. En dat is dus ingedrukt in verschillende laagjes. Als je weet dat dan het brein
één op één resoneert met alle verschillende lagen in het lichaam. En hier in de traditionele Chinese geneeskunde, dit is ook een voorstelling daarvan. En dan gaan we doorzien dat we het geheel dienen te begrijpen. En ook die vloeibaarheid en die restricties daarbinnen van het craniosacraal systeem, dat is eigenlijk waar het om draait, de ziel. Ja, als je dit wil gaan beoefenen. Wat doen we dan? Wat ga je leren? Hè? Dit hier is bijvoorbeeld de helmhouding, de vault hold, zoals dat in het Engels wordt genoemd. En daarmee voel je, palpeer je allerlei bordjes al in de schedel. En die ga je uitnodigen, zodat dat weer die oorspronkelijke beweging ten volle kan doen. Nou, dat is bijvoorbeeld daar in de schedel, maar we werken ook met alle andere gedeeltes van het lichaam. En we doen dat ook vanuit een perspectief van verbinding. Het heet niet voor niets non-duaal, dus er is geen afgescheiden therapeut en cliënt, er is geen afgescheiden gever en ontvanger. De ene heeft als gever, die zit op die stoel daar, een eigen veld, dat donkergrijze veld, waar die zich van bewust is. Die blijft ook in zijn of haar veld. Alleen wordt hij zich wel bewust van het veld van degene die ontvangt. Wat gebeurt daar binnen? Ja, daar gebeurt dan een twee-eenheid binnen die het afgescheidene overstijgt. Dus dankzij jou, wanneer je bijvoorbeeld een hand legt op iemands schouders, zeggen we in mensentaal: hé, ik voel jouw hand. Maar eigenlijk dankzij die hand voelt iemand zijn of haar eigen schouder. Oftewel, dankzij dat er iemand is, kun jij jezelf voelen en ervaren. En als diegene helemaal in die innerlijke rust is, en dat kun je zeggen, dat is het oog van de orkaan waar die diepe stilte is. Ook al is er bij jou nog een groot stuk wat beweegt, dan nog geeft dat een helderheid. Oké, dan gaan we even verder. We hebben een middenlijn dus. Wat bedoelen we met die middenlijn? Die middenlijn, en dat kan ook bewegen. Ik weet niet of dat hierin te zien is, maar die bewegingen van dat licht laten zien dat er een stilte is waaromheen het geheel gaat. En dat is net zoals bij die orkaan is dat ook zo. Dus je ziet hier inderdaad die beweging. En bij die beweging kun je dus zien dat alles samenhangt. Nou, dat is zo in het lichaam, maar ook wanneer je in verbinding bent met anderen in een groepsdynamiek. Maar ook wanneer we aan het strand zitten, dan zijn wij in verbinding met dat grotere geheel. Ook wanneer wij ons er niet bewust van zijn. Nou, het ontwinden van die zielenlijn, die middenlijn, dat helpt ons om weer in verbinding te komen met onze innerlijke kern. Ja, dus. Feiten die stilte. Wanneer je dit doorziet, dan ga je niet meer bezighouden met die kleine details en proberen dat te benoemen. Dus in de wetenschap knippen we de buitenwereld in stukjes om dat geheel te begrijpen. In de spiritualiteit doen we dat naar binnen. Maar dan begrijpen we dat dat het grotere geheel is, zonder nog bezig te zijn met etiketteren, met dingen erop te plakken. Oftewel, zoals ik in een boekje wat ik heb geschreven ook benoem, hè, dat leven heeft een innerlijke schoonheid die liefde wordt genoemd. En liefde is verbinding, maar uiteindelijk de groeiende ontwikkeling van liefde, wat heel krachtig is naar dat licht, dat is verlichting. Nu, je ziet daar aan de rechterkant ook een druppeltje dat neerkomt in het water en het druppeltje stuitert eigenlijk een paar keer op dat bovenste laagje van dat water. En dat gebeurt er ook wanneer iets ons raakt. Wanneer wij geraakt zijn, ja, dan en je hebt dat zelf in jezelf al opgelost, dan kun je ook dat gaan ervaren en leren en anderen daarin gaan begeleiden.
Oftewel, we hebben daar een opleiding voor, zoals we dat noemen, tot non-duaal biodynamisch craniosacraal beoefenaar. En dat zijn 10 vierdaagse. En hoe ziet dat eruit en kan iedereen daaraan meedoen enzovoort? En al die vragen, als je geïnteresseerd bent, zal ik proberen hieronder en later, als je wilt, kun je die ook stellen, wat toe te lichten. Dus onze intentie is om een hele. En we geven die al een lange periode, mooie opleiding aan te bieden, waarin je dus vanuit een verbondenheid, een holistische visie gaat begrijpen wat zijn die processen. Hè, belichaamd, energetisch, emotioneel, empathisch, ervaringsgericht. Dus dat stukje is een stapgewijs opgebouwd stuk in de opleiding. En er is ook voor studenten een login via de website. En daar staat heel veel informatie voor jullie in. En we geven altijd aandacht vanuit een innerlijke diepe stilte, oriënterend op datgene wat al goed is. Aandacht gaat vaak naar hetgene wat niet zo goed is. Wat een ongemak is, maar wij geven juist aandacht naar het gemak. Dus de heelheid, die gezondheid, wat al goed is. De essentie hiervan is uiteindelijk dat we noemen lichaamwerk voor de ziel. En wanneer dat allemaal is opgelost, is het zielswerk voor het lichaam. Satsang is een woord uit India en dat betekent niet anders dan het doorzien van de waarheid. Samen zoeken wij naar datgene wat er allemaal is. Nou, als het lichaam onschuldig is, dan zijn er andere kwaliteiten, vanuit die natuurwet begrijpen we dat ook, waar dan iets uitkomt. En dat pad van non-dualiteit, dat Advaita Vedanta, zorgt dan dat je komt tot een diepe zelfrealisatie en dat gaat hand in hand met die self-empowerment. In je kracht en balans komen en pas dan kun je ook daadwerkelijk anderen begeleiden. Echter, iedereen kent al die innerlijke wijsheid. Dus je kunt al beginnen vanaf de eerste stappen, omdat we dat ook heel zachtjes gaan begeleiden. Dat wordt de biodynamische manier van craniosacraal therapie genoemd. Nou, wat ga je in die verschillende 4 daagse leren? Gevoelskwaliteiten, palpatorisch. Je gaat langzaam bewust worden van alles wat er zich afspeelt in het lichaam. Tenminste, wat zich laat zien aan jou. En de ervaring brengt je natuurlijk ook steeds meer kwaliteit, zoals ik het al net zei, van chocola. Als je nog nooit chocola hebt genoemd, dan weet je ook niet hoe dat is. Dus dat is een bewustzijn vanuit het lichaam, samen met een ervaring. En dat lichaamsbewust, dat creëert ook een helderheid om die verbindingen gewaar te worden, die waarheid in het lichaam, die structuren, et cetera. En niet alleen in het lichaam van het hier en nu, maar ook de tijdskwaliteit van wat is er gebeurd toen het innerlijke kind nog niet zelf kon verteren wat het overkwam. Nou, die inzichten, die kennis. Is belangrijk. Wat ga je ook krijgen, dat is een perceptie. Je leert waar te nemen tussen verschillende niveaus waarop die balans of homeostase in het geheel er is. Dat is ook in het vloeibare en het energetische, wat één op één met het fysieke samenhangt. Ja, we benoemen dat ook zo. Soms dan voel ik me een beetje geblokkeerd. Dan is dat hard, dan is dat niet vloeiend. En eigenlijk wil ik vrij en rustig en ruimte voelen en warm zijn. Nou, dat bewegelijker, vrijer, vloeiender worden geeft ook dat je meer energie gaat krijgen. Je gaat ook bepaalde handposities leren, hoe je de behoeften van iemand kunt begeleiden, de noden kunt ruimte geven en daar op een veilige, geborgen manier
ook met de traumatische gebeurtenissen om kunt gaan en dat ja, inzichten in geven. Je gaat ook begrijpen vanuit zeker de nieuwe geneeskunde wat die processen zijn van het lichaam zelfhelende vermogen, wat ook ziekte wordt genoemd, die verschillende toestanden wanneer iets verwerkt wordt, ook omdat steeds meer laagjes vrijkomen. En uiteindelijk in de praktijk, hoe kun je dit gaan delen? Nu, ik heb heel veel gesproken over het stukje van het leren, maar ik zeg wel eens, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Dus dit hier is de sfeer die bij ons is in een vierdaagse. En je ziet dat natuurlijk er heel veel inzichten worden gedeeld, maar ook hoe je samen vanuit die stilte bij de mensen bent die ontvangen. Je leert echt zorgzaam aanwezig te zijn, niet om iemand te fixen, maar juist om iemand te accepteren zoals die is. Waardoor er iets in beweging kan komen. We luisteren, we horen, we begeleiden en altijd is degene die ontvangt de baas, zeg maar. En degene die op tafel ligt, kan ook ten alle tijde aangeven waar die dan behoefte aan heeft of ook waar die geen behoefte aan heeft. Zelfs in een oefeningssituatie. Wordt dat in een geborgen veiligheid altijd ondersteund? Dit is de locatie in Deinze, waar de opleiding doorgaat. En de volgende begint ergens in oktober. Ik laat jullie zo meteen de data ook zien. En deze zaterdag, 28 september, is het een gratis oefendag voor jullie, waar je aan mee kan doen. Een open house wordt dat wel hier genoemd. En gezellig, dat is het belangrijkste. Lol met elkaar hebben. Er gebeurt heel veel. Gezellig. Oké. Nu, wanneer we gaan naar het volgende, dan zie je hier al van hoe gaat zo'n vierdaagse? Hoe is dan die indeling? We beginnen elke ochtend om 8:30 uur. En dat is open soms voor een meditatie-yoga, dat ook andere mensen erbij zijn. En dan beginnen we met een ochtendsessie, soms wat theorie erbij, wat uitleg, geven en ontvangen. Dan hebben we de lunchmeditatie, zoals ik dat noem. Dat is altijd delen met wat potluck. En dan in de middag en we ronden af rond 1 uur of 5, maar vergeet niet, er is heel veel meer ook voor jullie ondersteuning eromheen. Er is dus eigenlijk een vijfdaagse, er is altijd een terugkomdag om te verdiepen en ook extra dingen nog te leren. Je kunt assisteren bij mensen die een eerder seminar volgen. Je kunt uitwisselen met elkaar. Je kunt ook de praktijk hier gebruiken daarvoor. Er komt altijd een webinar Zoom met, net zoals dit, met theorie en uitleg. Ook krijg je eventueel persoonlijke begeleiding, et cetera. En zoals ik al zei, er is dus ook op de login op de website een studentenlogin met heel veel informatie. Nu, die 10 vierdaagsen, die hebben allemaal een ander thema. Hè. Het eerste is biodynamisch. Dan heb je de middenlijn, emoties, biologisch met ook de nieuwe geneeskunde en het zelfhelende. En dat zijn open vierdaagsen. En het tweede jaar, dat zijn besloten voor een kleinere groep van mensen die dan met elkaar de verdieping ingaan. Nu, de hele cyclus is van 2 jaar, maar voor dit jaar hebben we de eerste 5 hier even opgelijst voor jullie. Dus de eerste is in oktober, 10 tot en met 13 oktober, en dan staat er de terugkomdag, dat is altijd een zaterdag. En de vierdaagse beginnen altijd op de donderdag tot en met de zondag. En als je een keer een dag moet missen, dan is het niet erg, want vaak komen die later ook weer terug. Dus biodynamisch.
Dan hebben we in december de middenlijn, dan opnieuw de biodynamische als een herhaling als je wilt, kun je daaraan meedoen. In januari emoties, middenlijn enzovoorts, allemaal met een terugkomdag. Even ter notitie, biologisch, daar staat één sterretje achter en dat staat ook daarboven uitgelegd. Dan heb je minimaal één van de voorgaande vierdaagse moeten meedoen, want anders wordt dat verschil te groot en bij het zelfhelend minimaal twee. Ja, wat ook logisch is natuurlijk. En die terugkomdagen, die hebben ook dezelfde indeling. Om 8:30 beginnen we. En dan betaal je daar een kleine bijdrage voor. En het aantal is beperkt. En dan zijn er nog de webinars. En die data zijn ook al bekend. Nou, de opleiding, de leslocaties zijn in Deinze en soms ook in Gent. De dagindeling spreekt voor zich om 8:30 uur, de lunch en om 5 uur elke dag afronden. Er zijn ook activiteiten die daarna doorgaan, zoals soms filmvoorstellingen of workshops waarvoor je ook uitgenodigd bent. Deze zondag, de 29e, is er een workshop voor tenenlezen, waarmee je eigen persoonlijkheid beter kunt begrijpen. De lesgevers zijn Gerald en Anja Koppens. Aanmelden is uiteraard noodzakelijk. De introductiedag, waar ik al even over gesproken heb, dat is de eerste 28 september, deze zaterdag. En die is gratis, dus iedereen kan zich nog aanmelden wie meedoet. Dan hebben we daar inderdaad de mogelijkheid voor om verder de informatie nog naar je toe te sturen. Maar zet even in de chat een berichtje als je wilt meedoen. En stuur ons anders een informatietje als je daarbij wil zijn. En dan is er ook nog een introductiewebinar, zoals vanavond hier. En de volgende is altijd op de woensdagavond. Dat is dan 30 oktober. Soms zijn er op de zaterdagmiddag ook nog introductiewebinars. Maar je kunt gerust gratis daaraan meedoen. Ja, dan hebben we op Facebook een aantal groepen te vinden. Dat is de Non-Dual Biodynamics groep. En dat kun je aanmelden. En dan is er een hele grote groep van meer dan 2.600 leden. En dat is in het Engels-Nederlands craniosacral of craniosacraal. Mocht je niet op Facebook zitten, de informatie wordt vaak ook wel elders gedeeld. En als je wel op Facebook zit, nodig jezelf daarvoor uit. Van harte welkom. Daar delen we ook onze informatie. Je kunt ons dus vinden onder Non-Dual Biodynamisch Instituut of Gerald Westhoff en Anja Koppens. Hier zijn onze e-mailadressen, de websites van ons, onze telefoonnummers. En mocht je interesse hebben, neem rustig even contact met ons op. Dank jullie wel om hier vanavond bij te zijn. En mocht je vragen hebben, ik zal zo meteen na het afronden van ook de opname gaan we dan beëindigen. En dan kun je ons nog persoonlijke vragen stellen als je wilt. Dus mijn hartelijke of onze hartelijke dank. En mocht je erbij willen zijn, dan ben je altijd welkom bij ons in Deinze of Leden of in Gent. Dank jullie wel. En dan beëindigen we even de opname. En dan kom ik ook naar de Zoom. En ja.